Ik las ook dat een van jouw meest toonaangevende publicaties heel wat problemen had om aanvaard te worden, omdat het zo vernieuwend was dat niemand het wou publiceren. Dus wetenschappelijk worden we een beetje gedreven in de bekende paden, want daar kan je gemakkelijk in publiceren. En ik kan mij inbeelden dat die industrie ook vooral belangstelling heeft in iets dat toch vrij snel interessante resultaten. Dus hoe combineer je dat dan? Nu, in retrospect een plezierige anekdote, maar op dat moment was het helemaal niet tof. Dus wij hadden eigenlijk een muis gemaakt waar dat een subtiele mutatie was, een verandering van het DNA van dat eiwit VEGF. En wij hadden die gemaakt om eigenlijk naar een hartsoort toestand, zoals een hartinfarct eigenlijk, dat na te bootsen. Dus chronische ischemie, zuurstofnood van het hart. Dat was een van de ideeën die erachter was. Maar wat vonden we? Dat die muizen ineens verlamd waren. En dat was dus totaal nieuw. Dus ALS. Ja, en zo komen we dan naar die spierverlammingsziekte ALS. En om dat verhaal eerst en vooral waar te maken, moest dus het labo helemaal die klik maken van oké, we gaan hier niet meer op bloedvaten en kanker en hart zuurstofnood werken, maar we gaan nu naar neurologie, naar neurowetenschappen. Je moet dus heel je labo omvormen, je moet mensen overtuigen om het te doen. Je moet dan middelen vastkrijgen die je niet vindt, want je hebt niks bewezen in dat domein. Ja. En dan moet je het nog kunnen publiceren. En hoe heb je dat opgelost? Wel, uiteindelijk, we hebben dat naar een toptijdschrift gestuurd en daar zijn dan 3 referees. Ja. 2 daarvan die zijn ons prachtig. Ze zijn zelden van die kritieken die je krijgt, dat is zo mooi. Maar die derde die was gewoon 3 pagina's lang, allemaal kritiek en eindigend op de duur om te zeggen in de laatste zin this paper or this work should never be published in any journal at all. Dus ja, je kan je inbeelden wat voor een berg op dat wij moesten nu fietsen om dat gedaan te krijgen. En dat heeft dus meer dan 1,5 jaar geduurd. Er zijn nog verschillende referees bijgekomen. Uiteindelijk heeft een van die referees een fout gemaakt. En dan heb ik gezegd, Jastert, zou een keer niet nakijken of dat uw referees nog wel oké zijn. Hebben ze dat bijgevraagd, extra referees bijgevraagd. En dan heeft die een van die referees gezegd, kijk, er is niks mis met dat artikel. Only get rid of that bad referee. En dan vloog het erdoor en is het eigenlijk direct gepubliceerd. Maar het toont aan eigenlijk hoe dat, als je van het één domein naar het andere gaat, en dat hebben we nu al een paar keer meegemaakt, dat het heel moeilijk is om eigenlijk experts te overtuigen, want ze zijn expert in één domein, maar niet van het andere. En ze hebben altijd kritiek en het is heel moeilijk om die... Maar dat is dikwijls het meest grensverleggende onderzoek. En binnen de eigen universiteit of onderzoeksgroep, heb je daar toen wel de nodige steun voor gekregen? Want ook daar is het natuurlijk een ommekeer, zoals je zegt, een heel labo dat moest van richting veranderen. Hoe is dat dan gebeurd? Dat is zo. Je moet dan eigenlijk graven in de middelen die je hebt. Hè. En dat zijn enorme risico's die je moet nemen. Want als je verkeerd gokt en je slaat de verkeerde weg in, en een deel van je groep slaagt die weg verkeerd en het is een doodspoor, dat is heel erg. Dus je moet daar goed over nadenken. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk een van de meest moeilijke beslissingen die ik moet nemen als onderzoeker. Dat is van vooruit te kijken, 5 of 10 jaar vooruit te kijken en een labo te sturen naar een bepaalde richting. Want als je dat verkeerd doet, dan hang je. En u weet dat ook, die wereld is redelijk onvergeeflijk daarin. Je kan wel grens krijgen, maar als je daar niks mee bewijst, en dat moet binnen een bepaalde tijdsperiode, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk wel, ik vind dat persoonlijk een van de meest moeilijke beslissingen. Zegt dat, ik wil niet te veel over de pure onderzoekswinkel, maar zegt dat voor u ook iets over onderzoeksbeleid toen en nu? Of bepaalde tendensen die je ziet in het onderzoeksbeleid, financiering van onderzoek, die dat misschien moeilijker maakt? Als je een nieuwe weg inslaagt, is het altijd zeer moeilijk. We zijn nu ook nog een nieuwe weg ingeslagen, bijvoorbeeld na te kijken hoe dat de stofwisseling van de bloedvatcellen belangrijk zijn voor het proces van angiogenese. Dat is een nieuw concept. Wij hebben dat al een paar keer ingediend bij bepaalde financieringskanalen en bot gevangen. Nu met de ERC hebben ze die grant daarop wel gegeven, maar bijvoorbeeld anderzijds in een ander financieringskanaal in België is het niet gehonoreerd. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is en je moet dus die stappen wel kunnen zetten. Maar je moet toch echt wel wat reserves hebben, want anders is het heel moeilijk om zoiets te doen. Ja.
Ik las ook in een van uw interviews dat u zei van ja, toen ik eraan begon, was het allemaal heel collegiaal, heel vriendelijk. Onderzoek doen op dat terrein was eigenlijk met iedereen tegelijk. Dat was ook heel leuk. En je zegt ook ergens van ja, doing top research is much more difficult now. Iedereen zit op zijn ei en er wordt veel minder gedeeld met anderen. Kan je wel, daar wat ik bedoelde was eigenlijk toen ik begonnen ben met wangiogenese te werken. Zoals ik zei, was het domein klein en was het ook heel beschrijvend. En toen juist is die nieuwe technologie van de knock-out muizen gekomen en is het echt in een stroomversnelling gegaan, is het moleculair geworden. En dan hebben we eigenlijk 10 gouden jaren gehad, 15 jaren, waar dat, ja, iedereen plezier had van nieuwe genen te ontdekken die belangrijk waren. Maar dan zijn de firma's erop gesprongen en dan ga je naar meetings en dan ineens wordt er niks meer gezegd. Of worden er alleen maar zaken gezegd die al lang gepubliceerd zijn. Maar ja, als je daar van Leuven naar San Francisco moet vliegen, dan zit je daar. Hè. En dus dat verandert. Eenmaal dat een domein echt begint op te leveren naar vertaalbaarheid, naar producten en naar industrie toe, dan beginnen die mee te spelen en soms nemen die het over. Dus dat blijft toch een heel ambivalente verhouding tussen die wetenschap en die industrie, als die daar ja, zo'n zware invloed op heeft. Dat wij graag ook een keer terug naar een nieuw domein gaan, om daar eigenlijk vers bloed te krijgen. Eventjes weg. Ja, wel, het is op de duur zit je altijd te vissen in dezelfde pool en dan wordt het meer competitief. Ja. En ja, er zijn ook veel meer mensen natuurlijk. Ze hebben gezien dat angiogenese wel een domein is dat iets oplevert. En dat heeft heel veel jonge mensen. Dus het domein is veel groter geworden en daardoor ook veel competitiever. Ja. Maar als je iets nieuws zoekt op termijn, aangezien je toch altijd die link met het klinische blijft nastreven, ga je daar op termijn terug met andere industrieën of dezelfde industrieën terug moeten samenwerken? Ja, dat is dus inderdaad een dualiteit. Enerzijds heb je hen nodig om het op de markt te krijgen. Maar anderzijds gaan zij u ook afremmen en laten ze u niet doen om over bepaalde zaken te spreken en dergelijke meer. Is er op dat vlak een verschil tussen wat er in België gebeurt en in andere Europese landen of in de Verenigde Staten bijvoorbeeld? Wat je hier niet hebt, hier heb je in Vlaanderen heb je meer de kleinere biotech. Je hebt niet die hele grote partners die, zoals bijvoorbeeld in San Francisco, in Berkeley en dergelijke meer. Ja. Elke professor heeft daar 1 tot 2 tot 3 firma's opgericht. Hier is die cultuur er gewoon niet. Hè. Vroeger werd het slecht gezien als je durft zeggen, ik heb een patent. Nu staat het heel goed als je kan zeggen, ik heb 10 patenten. Dat telt echt mee in onze branche nu. Ja. Omdat dus die vertaalbaarheid daarachter zit en dergelijke meer. Ja. Dus er is wel echt een zeer grote evolutie. Ik zie dat ook aan de Universiteit in Leuven, in het VUB-instituut zeker. Maar het heeft ook goede kanten, want het brengt natuurlijk ook terug geld mee in het potje. Hè. Dus wij bijvoorbeeld met anti-PLGF hebben wij dus dat kunnen licentiëren, dus uitgeven aan een grote farmareus. En die tracht dat nu te vertalen in de kliniek, maar dat wordt eigenlijk verkocht. En er zijn dus milestone payments. En die komen dus bij elke trial dat zij opstarten en dergelijke meer, komt er geld terug naar het instituut dat wij dan terug investeren in nieuw onderzoek. Waar dus je eigenlijk dan slecht, iets anders kan mee doen. Dus je blijft niet verbonden aan die industrie. Absoluut. Dat is dus vrienden. Je behoudt een stuk onafhankelijkheid om onderzoek te doen. Ja, absoluut. Je zei ook van, dacht ik, dat je 3 jaar postdoc in Boston gezeten hebt. En dat je ook soms aan je studenten zegt van, het zou nu bijna niet meer mogelijk zijn, want ik had in die 3 jaar ook niks gepubliceerd. Ja. Maar je werd wel gesteund door jouw baas, die dat wel belangrijk vond. Is dat niet een beetje een zorgwekkende evolutie? Want dat zou willen zeggen dat jouw onderzoek misschien niet mogelijk zou zijn. Want ik vind dat eigenlijk dat er te weinig aandacht gegeven wordt aan het opleiden of het beschouwen van een doctorale opleiding of een postdoctorale opleiding als echt een opleiding. Dit is een investering. Dus je moet die mensen hun stijl leren. Mm-hmm. Dat kennen ze niet van op de universiteitsbanken. Mm-hmm. En ze moeten zich ook werkelijk... Ze moeten de stijl van onderzoeker leren, wat dat dus ook inhoudt, dat je moet kunnen organiseren, je moet kunnen creatief zijn, je moet technisch goed zijn en dergelijke meer. Het is een heel leerproces. Je moet kunnen krent schrijven, je moet kunnen je wetenschap verkopen, of visueel, of schrijven, et cetera meer. En nu wordt er soms terap gezegd van oké, je moet publiceren. En op basis van publicatie zullen wij wel beslissen of dat je goed bent. En dus, ik heb het geluk gehad om eigenlijk in MIT en in Harvard echt volledig te kunnen investeren in nieuwe technologie. Dat was die nieuwe knock-out technologie. Ja. Maar dat was moeilijk, dat duurde en dat vroeg veel tijd. En ik had dus niets. Hè.
Maar ik ben wel naar Leuven gekomen en dan, na het jaar, dan rolden de artikels er wel uit. Dus er was een hele bagage en een voedingsbodem gelegd. Maar moest ik nu met zo'n curriculum terugkomen, na mijn postdoc, dan had ik geen kans gekregen. Nee. Dat wil ook zeggen dat je daar die 3 jaar ook gewoon die tijd kreeg om dat te doen. Niet moest publiceren, maar je echt de tijd kreeg om op die vernieuwende aspecten te werken. Dat is een van de 10 beste wereldinstituten in biomedisch onderzoek. Dus daar was natuurlijk een enorme drang en druk. Hè. Dat moet wel gezegd worden. Maar ja, als het er niet is, is het er niet. En het potentieel kwam er. En ik heb echt het geluk gehad om met professor Kolle, die had die visie om te zeggen, goed, doe maar voort en we zien wel. Maar nu... Ja, dus als postdocs terugkomen van de Verenigde Staten, dan wordt er echt gekeken. Bestaan programma's om die mensen terug te trekken, terug te krijgen met Odysseusgeld, et cetera. Ja. Maar dan wordt echt gekeken, man, heb jij gepubliceerd in Nature en dit en dat en zo niet, bye bye. Ja. Dus we kunnen eigenlijk onze nieuwe generatie niet bieden wat wij zelf misschien gekregen hebben? Nee, ik vrees van niet. En ik vind niet, ja, ik denk dat daardoor soms we goede krachten zien verloren gaan. En ook het vernieuwende misschien, want... Ja, natuurlijk. Als je echt vernieuwende zaken doet, dan vraagt dat dikwijls ook meer tijd. Het risico is groter, maar de return is ook groter. Alleen high risk, high profile van high return. Maar dat vraagt tijd. En dus je moet echt een omgeving hebben waar dat mogelijk is. Als je dat niet hebt en je moet snel presteren door snel te publiceren en veel te publiceren, zonder dat dat kwalitatief goed is, is dat heel moeilijk. Hoe kunnen we dat oplossen? Want ja... We zitten allen in een bepaalde functie binnen een onderzoeksgroep of een universiteit, maar we staan allemaal onder diezelfde druk. Maar als iedereen dat zegt, maar er gebeurt niks, wat kan er vanuit de groep zijn? Ja, we zitten ergens in een systeem natuurlijk, en waar kwantitatieve gegevens belangrijk zijn. En ik spreek voornamelijk over het aantal artikels. Als jij in Harvard of in de beste universitaire centra in de Verenigde Staten gaat, moet je niet zeggen van ik heb hier 100 artikels, dan vragen ze je 5 beste artikels. Mm-hmm. En dat is echt, dat zou mijn persoonlijke boodschap zijn. Dus we in Vlaanderen gewoon kunnen het besef, de mentaliteit veranderen, dat je beter weinig publiceert, maar betere kwaliteit publiceert, dat is mijn ervaring, dan kom je veel, veel verder. En daardoor heb je soms tijd nodig. Ja. Maar natuurlijk, dan moet er ook iets uitkomen op termijn. Je kan niet zeggen gewoon, ja, ik geef die man, ik weet niet wat tijd, en dan komt er niks terug. Er is wel een verantwoordelijkheid. We gebruiken uiteindelijk publiek geld. Ik vind dat persoonlijk dat we dat toch moeten doen. Is dat een fenomeen van een bepaalde periode? Of is dat in de Verenigde Staten nog altijd zo dat zij zodanig veel middelen hebben misschien, dat ze zich ook kunnen permitteren van jonge onderzoekers de tijd te laten? Ik denk dat het ook een kwestie is van hoe een universiteit of een instituut zich wil profileren. Als je naar het Howard Hughes Instituut kijkt, die gaan gewoon zeggen van kijk, wat is de wetenschappelijke wereld zonder u? Wordt daar aan u gevraagd. En dan moet je zeggen, kijk, dit zijn mijn 5 beste artikels en dat zijn doorbraken, et cetera. Maar dan moet je niet afkomen van, ik heb er hier 100 anderen nog staan met weinig impact. Dus dat wordt ergens gemeten aan citaties, aan impactfactor van tijdschrift waarin je publiceert, internationale visibiliteit, et cetera. Dus VIB in Vlaanderen probeert dat ook zich toe te eigenen, die excellentiecriteria na te streven op alle gebieden. Daar zijn natuurlijk middelen voor nodig. Ja. En natuurlijk dat die middelen er zijn in VEB en ja, universitaire middelen, zijn natuurlijk lager. En die mensen hebben ook natuurlijk, universitairen hebben ook nog andere duties, lesgeven, et cetera meer. Dus ja, je moet de tering naar de nering zetten. En je kan niet vragen aan iemand die geen tijd heeft of die een zware, omdat hij veel moet lesgeven, een klinische belasting heeft en dan nog weinig geld heeft, dat hij evenveel presteert als iemand in Harvard. Die naar grote grens krijgt en al de tijd heeft. Ja. Maar dit is wel een beleidspolitiek, denk ik, van een instituut of van een universiteit om te zeggen, kijk, we leggen de lat daar of daar. Dat kan je wel zeggen. Ja.